kennis met de Edel warmtepompboiler van Dimplex. Een innovatieve oplossing die gebruik kan maken van gratis lucht- en zonne-energie om water te verwarmen. Deze video demonstreert het verbinden van de Edel Air van Dimplex met de Solar Edge Home Load Controller als voorbeeld. Dit model van Dimplex heeft een warmtepomp met een maximaal vermogen van 700 watt en een elektrisch element van 1200 watt. De warmtepomp kan temperaturen tot 60 graden Celsius realiseren en het elektrisch element tot 65 graden. De Solar Edge Load Controller kan op de potentiaalvrije contacten van de Edel worden aangesloten en maakt draadloos verbinding met de omvormer via het Solar Edge Home Network. Beide apparaten beschikken over twee aansluitpunten. Terminal 1 op de warmtepompboiler is PV Eco. Bij PV Eco wordt alleen de warmtepomp geactiveerd. Terminal 2 is PV Max. Bij PV Max wordt zowel het elektrisch element als de warmtepomp geactiveerd. In dit voorbeeld sluiten we de PV Max terminal aan. Ongeacht of we PV Max of Eco gebruiken, is het essentieel om de rode draad te verwijderen uit het elektrisch bord van de warmtepompboiler. Verbind een signaalkabel van 2 x 0,8 mm tussen aansluiting 1 op de load controller en aansluiting 2 op de Edel. Nu de hardware is aangesloten, moeten de instellingen worden geconfigureerd in het installateursmenu van de Edel. Druk op de menuknop. Draai vervolgens aan de knop totdat het scherm installateursmenu weergeeft. Druk nu 3 seconden op de knoppen menu en klok totdat het scherm PV-modus weergeeft. Activeer de PV-modus en ga terug naar het eerste menu om de watertemperatuur in te stellen. De normale temperatuur stellen we in op 55 graden Celsius. Bij PV Max kiezen we voor 65 graden. PV Eco is in dit voorbeeld niet relevant, omdat deze niet wordt gebruikt. Als de PV Max-modus geactiveerd wordt, zal de boiler het elektrisch element en de warmtepomp gebruiken om de temperatuur te verhogen tot 60 graden Celsius. Boven deze temperatuur zal het elektrisch element alleen doorgaan tot 65 graden. De Edel warmtepompboiler is nu klaar om zonne-energie te benutten. Nu kan de load controller verbonden worden met de Solar Edge omvormer. Hiervoor is een Home Inline Meter en een Home Network plugin vereist voor installatie op de omvormer. Hub-omvormers hebben deze al voorgeïnstalleerd. Raadpleeg de documentatie en video's van Solar Edge voor meer informatie hierover. Het toevoegen van de load controller gebeurt via de Solar Edge Set-app. Nadat de controller is toegevoegd, adviseren we het vermogen op 1900 watt in te stellen en de minimale aantijd op 60 minuten. Open de My Solar Edge app om de bedrijfsmodus te configureren. Hierbij kan gekozen worden uit vaste schema's en/of overtollige zonne-energie. Als overtollige zonne-energie is ingeschakeld, moet de modus worden ingesteld op Auto voor automatische werking. Efficiënt, betrouwbaar en milieuvriendelijk met de Edel warmtepompboiler van Dimplex en de Solar Edge Load Controller benut je de kracht van de zon als nooit tevoren.